maak jij die pak wel eens even energie? Was je niet elke dag? Wij kunnen steken. Hartstikke goed om scherp zo laat op de dag. Spoel er alles mee door. Vandaag heb ik alleen maar schoon water. Maar doe je het weer kast op de cellenfloor. Kan Rube Goldberg apparaat. Gaat het hele goed met zo'n zware steen daarboven? Dat is goed. Natuurlijk zou je verwachten. Hopelijk doe je dat ook vandaag. Maar geloof dat het schone zaken in de wetenschap. Dus we wachten nog een keer af. Patience is key inside, so just a little bit over. Water is already pouring out of our newspaper and it's shaking down, of course, because of the heavy rain. So we know that we're coming here. Kijk eens erover. Daar is dan actie. Reactie van de beweging. Quick time. Hele grote ballen door, waardoor er drie gekleurde ballen zijn gaan bewegen en die moeten we in de zwarte erde weer op. Dan past het zwaar aan. Dan neemt die grote bal die rode raad het over van de kleine. So three color balls start to move, we need to catch them over here before the blue black bucket is heavy enough to make the red ball over here. Opgepast, heel groot, heel zwaar, bewegen die bal. Waar die raak die fiets is van een beetje stil van, maar komt de fiets weer uit. Hey, zie jij wat wel aan het doen is? Inderdaad, heel goed. Dat gewicht zakt naar beneden, waardoor die fiets dus kan gaan trappen en waardoor die genoeg kracht heeft om die gele dingen in te trappen. Wat zijn die gele dingen? Pompen, hartstikke goed. Maar pompen we dus ergens lucht naartoe. Volgens mij is het oranje slag. So right now we're pumping air with our bicycle over here. Just follow your toes on the floor and you will see the next part of our championship, which is our own big time. Dus eigenlijk roze tijdje die voor stoot zijn hoofd tegen het patroontje waarom het balletje gaat rollen, valt in het bakje, bootje gaat varen, oor dicht. Want dan ligt er zo'n hele grote ballon. Dankzij die knal kan het kaarsje onder de kuiltje gaan branden. Gaat volgens mij niet helemaal goed uit. Geen dan de roze zelfs, daar gaat hij in de blik, waardoor het gewicht valt en de stoel met gevoel, maar chair, met flair, in beweging. Zou jij erin kunnen zitten? Gelukkig dus vol automatisch. Kijk maar eens wat je helemaal zelf in beweging zet. Als je hypnotiseert, de nieuwe zilver, ik zie het, daar is het hypnotiseert, dan ga je misschien wel bekend kunnen. Oh, is de splash, hé. Geil, oder? In an advance, we usually stand like this when we hear it. We wel ietsje staan over weer zo. Weet je dat? Voor een voetballer als Nederland speelt. Het wil helpen. Ons eigen volksteam, dus we kunnen gaan voetballen. De bal gaat helemaal boven naar de derde verdieping. En komt daar aan onze eigen achtbaan. Dat was een Dutch national en een Nederlandse gentleman. Ik heb deze voetbal gedaan. De bal is helemaal boven de derde verdieping. Hij is nog redelijk langzaam, maar hij heeft nog iets meer vaart dan de onuiteindelijk in de grijze hemmerdeer te komen hier beneden. Daarvoor moet hij eerst door de snoef. Dan wordt het heel erg snel, gaat hij heel veel vaart maken. En die vaart heb ik nodig voor de looping hierboven. Nummer 1, nummer 2, gelukkig heeft hij gehaald van de virus. Een doelpunt van Silva, waardoor de pendule is gaan slingeren. Die zit vast aan de keten, loopt naar het zwarte loop, dat valt zo. Waardoor de rode linker boven op de basketbal komt. En schiet hier weer een vet gelukkig. En de verband is toch wel keihard overgekomen te plaatsen. Silva, en die heeft het allemaal veroorzaakt. Voor de black box is ook geval. Dus denk directly over your fault, de basketbal. En people have a lift off. And I do expect a big applause for Silva.